In de vorige aflevering kwamen we aan in Egypte en maakten we voor het eerst kennis met de ware kracht van de Rode Zee. We wisten meerdere vissen te vangen en we stonden allemaal versteld van de brute kracht van deze zeemonsters. In deze aflevering gaan we proberen een GT te vangen. Ook pakken we het op waar we de vorige aflevering zijn gebleven en vallen we met onze neus in de boter wat betreft de tonijn. Het is 3 uur en ze bijten. Nee, het is precies wat Karim zei. Flipjack? Moeten we hier terug zijn. Wat zeg je? Is een flipjack? Geen idee, weet ik veel. Het is een sterke vis. Dit is zeg maar de kracht van de meerval van 1,80 meter, maar dan een vis van 70 centimeter. Dat is echt niet normaal. Kom maar, bootje. Nee, hè? Ze willen echt alleen maar aas. Zo, kijk dan. Woehoe! Dit is een big one, Karim. Ja, man, this is a very big one. Niet normaal, man. So. De volgende. En ze zijn aan het jagen, ze gaan er snel nog een vangen. We zagen een schooltje skipjack toenaast. Volop aan het chummen. Tussendoor pilkers gegooid, maar echt geen ene pilker pakken ze. En we hebben nu even freeline te aas erop gezet. En het is eigenlijk de ene beet naar de andere beet. Heel veel losses, dat wel. Deze is sterker dan de yellowfin. Ja? Meen ik echt. Kijk ze beneden jagen, kijk ze. Ja, het is echt een gek huis. Die flipjack die, is een grote getal aanwezig om de boot heen aan het jagen. Nou ja, jagen is het niet echt. Ze zijn aan het skummen, dus ze zijn kleine aasjes aan in het water gooien. En daar zijn ze heel erg op gefocust, dus ik vraag me af of het nu überhaupt mogelijk is om een kunstaas te vangen. En wat zijn ze sterk? Ja. Niet normaal. Ja, maar als we dan op zoek gaan, ja, ik weet niet of zo'n Giant Velle dit gaat halen, maar dat gaan we hopelijk morgen zien. We dachten het even vandaag. Ja, wat waanzinnig. Dit is toch niet normaal? Niet normaal. Dit is niet leuk hoor. Skipjack tuna op een lichte jigstok. Waar ik vanochtend eigenlijk de yellowfin heb verspild. Maar ik had de verkeerde molen erop. En nu zagen we jagende skipjack tuna's. Even de molen omgewisseld. That's your first one for the day? That's your first skipping? No, yes. For sport fishing, Red Sea is heaven, man. Red Sea is heaven. I got several bookings from people from specie hunters and I met a very nice guy. He told me that we have 900 different species in the Red Sea. Imagine you're coming to fish in a destination that contains 900 different species. So for me, that's heaven. We kunnen het niet meer dan eens zijn met Karim. En we vallen met onze neus in de boter wat betreft de tonijn. We zien ze overal rondom de boot zwemmen. En we krijgen om de zoveel minuten een aanbeet. Hey buddy. Sjoerd, hier is er een jackstokje. We hebben er hier een. This one is ready. Ja, hey dat one. Ja. Mehmet is op dreef en haakt de volgende skipjack tuna. Ondanks we tot nu toe weinig verschillende soorten hebben gevangen, is de skipjack zeker een kandidaat die bestempeld kan worden als sterkste vis ter wereld. Ja, ik los er net een mensen. En Mehmet die... Blijf wel hangen aan de vis, hopelijk. Gericht op skipjack eigenlijk een beetje dit keer. Want volgens de kapitein, de gids, is het echt de tijd ervoor nu, in de middag. En chummen doen vissen, veel voeren. En dan losse kleine haak op een, ja, op een voorslag van 2 meter. Ja, kijk, nog één hoor. Sjoerd, het is jouw beurt, kom op. Ik heb mijn foto's gemaakt. Ja, dezelfde setup als Mehmet daarnet. Je was hem live aan het interviewen, hoe en wat. Ik ben dezelfde techniek aan het toepassen. Chumming en dan freelinen. Gewichtloos vissen. Het is chaos! Double hook up! Woehoe! Crazy stuff! Ja mensen, wat in de... Double hook up! Zo! Komt er ook uit gewoon mensen! Ja, gewoon niks te zeggen! Niks te zeggen! Niks te zeggen! Wat is de sterkste vis?
zeggen we dan. Nou? Ja. Nou, ik heb nog nooit zo'n sterke vis als deze graag gehad. Voor dit formaat. Ik heb koolvis gevist. Koolvis gevist in Noorwegen. Daar lijken ze een beetje op, maar deze is zoveel sterker, hè, Mehmet? Veel. Dat is niet veel te vergelijken. Dat is niet te vergelijken. Ja, dan denk je dat het voorbij is. Maar dat hebben we al een paar keer gezien. Hier, daar gaat hij dan weer. Here it goes again. En we hebben wel een soort vraagstuk natuurlijk van ja, welke vis is sterker? Maar ja, dit is natuurlijk wel next level. Voor dit formaat. De sterkste vis, mensen. Kijk eens even hoe aerodynamisch. Helemaal gemaakt om op grote snelheid door het water heen te schieten. Daar moet een GT nog maar aan zien te tippen. We gaan het nog zien hoor. We hebben nog geen conclusie. Maar dan ook nog prachtig die UV-kleuren hier zo. Prachtig vis. Echt een torpedo. Mehmet staat er eentje te drillen op de achtergrond. Hup, nog één. Het duurt op het moment de aanbeten duren echt niet heel lang. Nou, deze is niet zo mooi hoor, Mehmet. Nee. Hup, terug, weet je wel. En met deze fantastische eerste dag achter ons maken we ons klaar voor morgen. Morgen gaan we de hele dag met groot kunstaas werpen op GT. Met de nodige spierpijn nu al in de armen gaan we vroeg slapen, zodat we morgen klaar zijn voor het echte geweld. Ja mensen, vandaag op zoek naar misschien nog wel een groot sterkere vis. Die tonijn hebben we gezien. Daar kunnen we geen genoeg van krijgen, daar gaat het niet om. Maar ja, die staat nu op een goede nummer 1. We hebben natuurlijk, kennen allemaal die verhalen van die GT. Die willen we ook vangen, de Giant Trevally. Als research gedaan, dat zijn echt maffe vissen. Hele stompe kop. Zijn ook super snel. Ik heb toen die beelden gezien. dat wilde ik inderdaad vertellen. Die vissen worden wel eens aangevallen door haaien. Maar dan als soort dolfijnen knallen ze dan met hun kop. Met die hele botconstructie tegen het lichaam van die haai aan. Er is zelfs een duiker geweest in Hawaii, die is aangevallen door een GT in zijn ribbenkast, dat hij gelijk 3 ribben gebroken heeft. Dus het zijn geen lieve jongetjes, maar die willen we wel vangen. En dat is vandaag de bedoeling. Ja, het was volle vaart naar de eerste GT-stack. Ik dacht dat hij gisteren zei 45 minuten varen, maar dat is dus wat korter. En dan een klein beetje stress. Maar Bo die kan altijd rust bewaren. We hebben er zin in. De spanning zit er goed in. Er wordt wat zenuwachtig gelachen. Dat hoort erbij. Hè. Het is echt een avontuur hier zo. We're going to do some popping here in the surrounding area. Then we'll hit to Hurghada. We'll do some popping in a place called Tuwail Reefs. Then we'll go to a huge reef like the Great Barrier Reef in Australia. We're gonna make a lot of casting and popping there. And probably we'll be catching some good fish on topwater fishing today. Topwater. It'll be really cool. Yeah, man. Zijn op de eerste stek. Knallen. Zijn vissen met een grote popper. Ik ben een grote zwembeet. Ik zal nog eens vragen hoe deze heet. Voor mij is die van Cinetic. Lange halen binnenvissen. Ik dacht dat het met Wolk de Dog was, maar het is gewoon een grof binnenvissen. Ik ga werpen. We maken de eerste worpen van de dag. En die beruchte GT kan er elk moment opklappen. We zijn allemaal wat gespannen. En we kunnen niet wachten om de eerste GT in het echt te zien. Ja, vandaag is het zwaardere vissen. We gaan popperen op GT. We zitten op de hotspot. De popperen is iets heel apart met een plug. Met een holle binnenkant waardoor dat je splasht. Je maakt hele dikke splashes. En je imiteert een beetje het geluid van jagende GT's. En daarop worden de collega GT's ook getriggerd. Dus op het moment dat je begint te popperen, trekt dat aandacht in het water. Dus die vissen worden sowieso gelokt. En 3-4 poppers tegelijk in het water is meer animo. Dus ik schat de kans vrij groot in dat we daar wel eens veel iets van gaan zien.
Maar het is een gigantische zware visserij. Zware poppers, zware hengels. In dit geval een hard bloody wild pop. Met een 8 PE lijn erop. 35 honderdsten, anders gezegd. Heel zwaar, je moet ook. Hele dikke leader erop. 1.15 mm. En dat heeft maar één functie, die hele zware leader. Op het moment dat die GT pakt, die duikt hij het rif in. The GTs are very strong fighters, very challenging fight, because most of the times we hook the GTs right next to reefs and it's in shallow waters, so you always concentrate, try to get the GT out of the shallow water. It actually runs directly, it hits the lure and it takes it, runs directly to the reef, try to get off the hookup, you know, try to snap your line. So it's very challenging, you try to pull the GT outside the shallow waters to be able to land it safely. Ja, vol focus op die op achterkunst, maar ik zag verderop toch echt wel een plons. Wat het was, echt geen idee. Dat was geen beste woord. Zag ik een beetje lullig bij, Bo? Een beetje. Ja, maar zo kan ik wel mooi afsteunen tegen de reling van de boot. Oh ja. Ja. Ik zag een flesje naast mijn poppen. We zijn de hele ochtend al aan het werpen. En op een paar enkele verwoestende aanbeten na hebben we geen actie. Karim had ons al verteld dat het niet de juiste periode is voor GT, maar dat we zeker een goede kans maken. Dat laten we ons geen twee keer zeggen. Aanbeet mensen. Ik heb gelijk helemaal van de boord afgetrokken bijna. Zo, hard zit in de keel, ja man. Ja. We zitten nu op een heel klein rif hier vlakbij, bij de boot. Ja, ik zag echt zo'n ontploffing even in het water. En je voelt gelijk de contact met zo'n grote vis. Het is gewoon zwaar, gelijk. Maar helaas, ga je niet. Oh. Ja, mensen hebben wel een spanning en sensatie. Ja, het is niet dat ze in de boot springen, maar we hebben echt wel wat contactmomenten gehad. Wat splashes, sowieso echt spektakel. Ik heb natuurlijk die aanbeet gehad waar ik echt bijna overboord werd getrokken al. Ja, dan komen we weer met die sterkste vis. We hebben er nog niet aan gehad, maar dat ene contactmoment, dat wil wel zeggen dat je echt met een serieuze tegenstander te maken heeft. Giant Trevally, grote Trevally's. Er zijn veel soorten, maar dat giant, ja, dat wil wel wat zeggen natuurlijk. At the end of the day it's fishing, not catching. Like you can come one day, catch a lot of fish. And the day after, the same spot, you can get out with zero fish. Nothing is guaranteed, and that's, you know, that what makes you always want to come back. Ik heb niet mijn PR gevangen, maar Mehmet, dat is echt ongelooflijk, een popper, een oppervlaktekunstenaar, die is vastkomen te zitten met een popper. En wie gaat hem weer redden? Sorry, are you going to untie the popper? Yeah. You're trying to swim it loose? No, the tide is too low. You might get injured from the corals. Yeah, it's not a good idea. No? Ik mag niet zwemmen. I thought that one is just swimming here. Alles voor de film. Everything for the footage. Brilliant. Okay, drive. Mehmet heeft iets heel diks aan de haak. Het lijkt wel een roof, maar. Shoot! Zou je hem in je mond willen doen? Ik wil faken. Even, ik wil jou drillen. Ja, wait! Ja! Fight! Dankjewel. Oké, we can go. We hebben de GT helaas niet gevangen vandaag. En we hebben nog één dag over om alles uit de kast te halen. We gaan de dag beginnen op tonijn, maar stiekem hopen we dat we nog langs een stek komen waar we toch nog een GT kunnen vangen. Nieuwe dag voor tonijn. Die eerste dag was natuurlijk al heel succesvol.
tenminste één vis. En een mooie. Dus we gaan nu weer proberen chummen. Kijken of de vissen omhoog komen. En ja, vorige keer was het ook echt in de ochtend goed raak. We zagen alle kanten op schieten hier zo. We hebben net dolfijnen gezien. Het wordt weer een mooie dag. Nou, hier hebben we de mysterieuze aasvis. We weten nog steeds de Engelse naam er niet voor. Laat staan de Nederlandse naam. En die prikken we op een net iets grotere karphaak. Kan je het niet voorstellen, van die grote vissen. Welke haakmaatje is dit, Mehmet? 1-0. 1-0. Cecilie is nu aan het chummen. Dat wil zeggen, die aasvis. Echt, het lijkt bijna wel witvissen. En dat is eigenlijk puur om te lokken van, om die vissen hier naartoe, naar boven toe te lokken. Hij zei nog, ga even popperen. Dat wil ook nog wel eens helpen om die vissen te triggeren. Ja, ik kan niet wachten, net als op dag 1, dat je ze echt alle kanten op ziet schieten. Door die aaswolk heen. Ja. Oh! Holy shit! Oh, dat strike. Amazing. Mensen, hoe die erop klappen. En kijk dit! Kijk dit! Mooi, hoor. Ja, hè? Yellow. Yellowfin. Deze vis, moet je kijken. Het is gewoon niet te stoppen. Dit is een mooie vis ook. We have 300 meters of line here. Okay, no worries. Okay. We'll just lose the day getting out the fish out of the water, but it's okay. It's a yellowfin? Definitely a yellowfin. Definitely. Big man, one. Man, it took almost 200 meters of line already. And it's running. It didn't stop yet. Tevens, hij schoot los, mensen. Zo, dit meen je niet. Dit meen je niet. Kutzooi! We balen allemaal dat we deze yellowfin niet in het echt hebben kunnen zien. Maar we zien ze overal zwemmen. Dus het is een kwestie van tijd voor we de volgende haken. Karim, the tuna now is chasing the baitfish. The problem right now is there's a lot of tunas right under the boat. Yeah. Tons and tons of tunas. But the problem, as you see on the fish finder, there's a lot of baitfish, which is live fish. So most probably they're not craving the dead bait right now because they're chasing the real ones. They're really focused on the live fish. Yes, yeah. Yes. Once this live bait pass away. Or we'll, it's empty. Or it's empty or they finished it. At this point, I think they'll get back to the dead bait one more time. The small spots, that's the bait fish, and the big lines, that's the yellowfins. Imagine all of these are, it's a lot of yellowfins, man. But it's hell for the bait fish right now. Completely. Yeah. Skipjack. Skipjack tuna. We can see them on the surface now, eating our bait. Let me keep this aside now. Ja, hangen! Ja. Hangen! Ja, mensen. Bo heeft er één gehaakt. Prachtige aanbeet. Ja, nu gaat het gevecht beginnen. Het weer is zo'n sterke knaller. Even geswitcht van kunstaas naar die kleine visje op een enkele haak. Ik denk net 5 minuten. En boom! Hij schoot gelijk weg. Beugel dicht, haak zetten. En het gevecht kan beginnen. Well, it feels like it. I'm not sure, of course, but a heavier rod, definitely. Yeah. It feels like the weight of the fish is more. 27 skipjack, so I think we have a
I wanted a yellowfin. Yes! It's a GT. It's two Look fish. At this. You got two fish. At the same time. Oké, okay, hij komt nu. Proberen wat lijn te pakken. Maar het is echt aanvoelen wanneer je lijn kan pakken en wanneer die vis wil gaan, zodat je niet te veel druk zet op de lijn. Je voelt nu trekt hij. Rustig aan. Eigenlijk gewoon niks doen en vasthouden. De fighting belt gaat om, ook wel de kuisheidsgordel genoemd. Dit is een heel mooie belt, by the way. Hoe is het met het uithoudingsvermogen, Bo? Huh? Hoe is het met het uithoudingsvermogen? Sorry bro, het is een skipjack. Really big skipjack? One. Skipjack? Yeah. But a really big one. Toch een skipjack. But then it's a really big one. Yeah. Sorry about the wrong information. Yeah. Ah. Yeah, but it's... Yeah. We zijn op zoek naar de sterkste vis. Een drill van 18 minuten op een vis van 80, 90 centimeter. Veel gekker gaat het niet worden, denk ik. Niet normaal, niet normaal. Super bruut. En er zijn van allerlei vissen voorbij gekomen wat het zou kunnen zijn. Uiteindelijk was het een skipjack, of zoals Sjoerd zegt, een flipjack. Ja, maar wel de sterkste tot nu toe. Holy fuck. Na dit epische gevecht van bijna 20 minuten geven we de GT nog een laatste kans. Het is alsof het zo heeft moeten zijn. Want DJ weet in zijn laatste worp een GT te haken. Karim zei, we moesten heel snel zijn. Een beetje een moeilijk gebied hier. En ineens bam! Ah man! Het is een beetje rocky. Wel ook aanbeet, lijn eruit. Echt? Ja. Nee joh. Op de knoop, niet toch? Nee, nee, niet op de knoop. Small GT, but it is one. It is one. Ah! We moeten hem landen. Houd de lijn. Yes! Heel tof. Oh mate. It's a small one, but it is one. Oh, ik ben zo blij. Hele ruwe omstandigheden. Super, super dat we dit mogen doen, mannen. Echt, niet verwacht. Ja, wel verwacht, maar out of the blue, man. Dat ding klapt daarop, man. Dat is niet normaal. Dat is echt bizar. Dit is een kleine GT. Ik kan me niet voorstellen als dit 20 of 30 kilo weegt, jongens. Jezus, jongen, niet normaal. We hebben de GT eindelijk gevangen. En ook wij zijn net als DJ door het dolle heen. Dit is de afsluiter waar we van hadden gedroomd. En we hebben hem gekregen. We hebben nog één dag over in Hurghada. En die kun je maar beter goed benutten. Ja mensen, we hebben de beste visfinder gevonden ter wereld. Geen Lorenz, geen Megalife, geen Garmin. One day probably I'll come to the Netherlands, I'll fish standards, I'll fish with pikes because I really love the views, I really love the atmosphere, the nature and everything about, you know, the freshwater fishing in Europe.